Hallo dames en heren, welkom terug in deze nieuwe video. We gaan vandaag terugblikken op het jaar. Dat is natuurlijk wel weer een heel stroef jaar natuurlijk weer geweest. Voor iedereen, denk ik. Desondanks is het wel nog goed jaar geweest eigenlijk, voor Lego alleszins. Mensen die afvragen van, hey Glenn, wat doe jij eigenlijk? Ja, ik zal het 5 keer zien deze jaar op Lego. Het ding is eigenlijk, Glenn heeft het jaar een klein beetje een pauze genomen eigenlijk. Een heel grote pauze. Een heel grote pauze, want ook in 2020... Was ook niet echt waar. Maar hij wil toch wel gaan beginnen met... Allee, hij wil toch wel verder gaan met Glero. En mij toch gaan helpen. Want ik ga hem alleen voor. maar later meer. Zometeen gaat hij vertellen wat hij gaat doen. Op Glero. Binnenkort. Toch? Ja. Top. Start het jaar in februari. Want in januari, ja, niet echt iets speciaals gebeurd. Gewoon heel leuke... Of ja, niet speciaal gebeurd. Ik had heel leuke streams uiteraard. En heel leuke video's. Maar voor de rest niet echt iets heel erg speciaals. Dus we gaan beginnen in februari. In februari, volgens mij de 12e, hebben wij een TikTok-account gemaakt. TikTok is natuurlijk helemaal ontploft in 2020 en ook dit jaar. En ik dacht, ja, waarom niet? Ik post heel erg soms, want ja, het is eigenlijk wanneer ik zin in heb om te posten, dat ik ga posten. Maar ik wil misschien binnenkort wel eens een keertje zo een real-life TikTok-je maken. Real-life? Een real-life TikTok-je. Dansen of wat? Nee, niet dansen, hè. Ik weet niet, gewoon iets, een leuke tent of zo dat we kunnen doen. Of ik kan doen, of jij kan doen. Vandaag hebben wij 300 volgers gehad. Echt precies vandaar. Heb je ons nog niet gevolgd op TikTok? Zeker niet ontzettend tof zijn. Want ja, later meer. In april hebben wij de 5500 subscribers gehaald. Ja. En als je weet niet wat subscribers is, dat is gewoon abonnees. Ja, ja maar dat is met me zien. Ja. Dat is met me zien. Hey. En wat er toen nog eens gebeurd in april? Een 12 uur livestream. Ter ere van de... 5500 subscribers. Abonnees. Abonnees gaan ook, ja. Ja, eigenlijk best wel nice eigenlijk. 5500 abonnees, ja, best wel leuk. Het was wel heel lang een strijd trouwens, want ik had de 5k abonnees gehaald in juli 2020. Dus daar heb ik bijna een jaar over gedaan. Ik was echt er blij mee. Ja, 12 uur streamen, dat had het trouwens ook een mod gegeven. Nee, het had toen 2 mods gegeven. 2 mods. Dat was Matthias en Storm. Die zijn altijd moderator. Momenteel dat nog. Door het succes van de eerste Hard Knock Live video heb ik een tweede gemaakt. Dus een tweede Hard Knock Live video gemaakt. Van eigenlijk de clips van die periode. Dat was eigenlijk een video van It's a Hard Knock Live for us. Als je nu hebt gekeken, zeg het echt tof. En wie weet komt er wel een derde video in 2022, wie weet. Er is ook een Funny Moments gemaakt door Storm en door Snaps. Dat is eigenlijk de allereerste video opgeleverd die niet door ons is gemaakt. Of ja. Wel door mij gemaakt, dat zijn natuurlijk wel mijn clipjes, die ik ben bewerkt. En dat is toch Storm en Snaps, die hebben het gemaakt, die video. Heel tof uiteraard, het is een hele tof video. En met allemaal clips die heel tof waren, Funny Moments ook wel genoemd. Dankjewel daarvoor. En nu eigenlijk iets meer droevig nieuws. Mijn Minecraft Survival serie, die is eigenlijk gestopt in mei. Niet bewust gestopt, want eigenlijk is die serie gestopt omdat... Mijn server, of eigenlijk mijn wereld, is gecrashed. Jawel, hij is gecrashed mijn wereld. Ik vind het op dat moment vandaag nog altijd heel erg spijtig, want het is na 2,5 jaar werken. Volgens mij zijn er bijna 30 afleveringen geweest. En nu is hij gestopt omwille van de server die eigenlijk gewoon kapot is. Ja. Maar heel wat nieuws, er komt een nieuwe survival-serie aan. Genaamd van mij. Genaamd van Glenn, ja. Glenn gaat beginnen met een survival-serie. Ja. Op de PC. Op de PC. Ja. Bedrock zeker. Bedrock, ja. Ja, dat is Bedrock. Dat betekent dat iedereen kan meespelen. In mijn survival had ik al het ding van de mensen konden meespelen met door eigenlijk een huisje kunnen bouwen in mijn dorp. En hoe kunnen kijkers bij mij meespelen? Of kunnen ze niet meespelen? Misschien is het allemaal uw idee ook misschien. Ja, ook mijn dorp misschien kunnen werken. Dus laat zeker weten wat je wilt zien in de Minecraft Survival serie van... Monsieur Glenn. En juni zijn we ook verhuisd, waardoor dat wij een paar dagen live kunnen gaan. Dat was spijtig, want ik had ook toen een streak van een heel lang livestreamen. Die was toen gebroken helaas. Ongewild, want we hadden ook geen internet of zo. We hadden een probleem met internet. Dat nog niet wou werken. Dus was wel spijtig. Had ik wel echt wel gebaald eigenlijk. In deze ruimte trouwens, want het is natuurlijk een nieuwe kamer. Mensen het nog niet weten. In augustus hebben wij de 1000ste Fortnite livestream en video bereikt. Eigenlijk echt insane. 1000 Fortnite video's eigenlijk. Of livestreams online. Toen hadden we ook 12 live geweest trouwens. Al ook echt een hele leuke livestream. En een week later hebben we nog geen 12 live geweest. Want hebben wij de 6k abonnees gehaald. Was ook echt insane. 6k abonnees.
Toen heeft Jelle moderator gekregen. Jelle, hey, je ziet het raad. Heel erg fijn. Altijd leuk dat je moderator bent. 2,5 uur streams op een maand. Ja, op een week eigenlijk. Ja, maar eigenlijk 2,5 uur streams op een week eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk echt wel, ja, moet wel zeggen, vermoeiend. Want ja, alleen 12 uur dat je moet zitten en moet leuk moet zijn uiteraard, hè. Niet taai moet zijn, probeer je toch altijd te doen. Robin heeft dan ook een onderlokserie gehad. En hij heeft die dan ook, ik weet niet welke maand, maar... Augustus. Hij heeft die in augustus afgerond. Zeker, zeker. En dat was een zeer goed succes. Dat was eigenlijk heel, ja, een succes eigenlijk. Ik ben eigenlijk mee gestopt omdat ik ben beginnen werken en ik had niet veel tijd om het op te nemen eigenlijk. Maar ik heb toch teruggepakt de Wombo-serie, ik denk in juli zo, denk ik, dit jaar. En afgerond in augustus. En dat was echt een heel leuke aflevering, de laatste aflevering. Ik zou zeggen, dames en heren, series in kijken, echt waar. Heel leuke serie, de Wombo-serie. Volgens mij een stuk of 15 afleveringen, ik denk 15. Dat kan. Ik kan mis zijn. We hebben ook de 6,5k in november gehaald. En toen ze ook een 12 uur livestream gehad bezig. Ja, echt waar. Dus eigenlijk waren er 4 12 uur streams in dit jaar. Echt insane. 4? 4, ja. Dat is veel. Dat is echt veel, ja. Als je weet dat het vorig jaar was maar 1 12 uur stream. Dat is echt nice, ja. Echt waar. 6,5k. En nu zitten we echt al richting 7k. We hebben echt nog maar 200 nodig voor de 7k. Echt insane. Dus waarschijnlijk, ja. Ik hoop, januari 2022 12 uur stream voor de 7k. Op z'n ooit. Normaal zijn het toch zeker februari. Ook in november ben ik begonnen met een nieuwe serie, een totaal nieuw concept op Glero, waarin ik de melkenberg van onze geliefde kwarte pop ging nabouwen in Minecraft. Dat is eigenlijk iets wat ik al heel lang wou doen, ook gewoon niet per se op Glero, ook kan ik gewoon ook doen buiten de streams, buiten het kanaal. Via, als ik dan toch bezig ben, zo'n groot project gaat beter gewoon video's van maken draait. Ook eigenlijk mee door Shana Vegas, dat zou ik graag wou dat ik het ging doen. Dacht van ja, weet je wat, ik doe het gewoon. Wie weet, is het misschien wel leuk, vind ik het ook te leuk. En ik moet zeggen jongens, het is echt wel een succes geweest. Ja, ik denk dat de eerste video heeft volgens mij bijna 500 weergaven. Ik vind het toch heel leuk. Ik vind het toch altijd heel leuk, uiteraard dat video's op weergaven haalt. Ik kan wel spreken van een succes. Ja, de laatste aflevering komt trouwens online. Ja, begin januari. De Melkenberg-serie ben ik echt heel trots op. Gewoon überhaupt ook wat ik heb gebouwd. Echt heel mooi. Ik zou zeggen jongens, zeker kijken, echt waar. En 5 december... Er is ook een video online komen aan bellen met Sinterklaas. Deel 2. En dat was natuurlijk een heel leuke video. Toen had Robin heel slecht nieuws. Echt, dat was het slechtste nieuws ooit. Dat was wel sad, ja. Ik ben zo teleurgesteld in jou. Ja. En ik had het beste nieuws. Ja, ik was stout geweest. Omdat jij niet lief had tegen mij. Ja, dat vond ik heel sad. En ik heb mijn huiswerk gemaakt. Ja, hij was wel heel blij met jou, maar mij was hij niet blij. Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Was niet fijn. Ik had allemaal een huiswerk gemaakt, hè. En eigenlijk met die Sinterklaas video heb ik afzetten eigenlijk, hè. Ja. Want er is eigenlijk niet meer gebeurd eigenlijk. Op zich, ik vind nog redelijk veel, want eigenlijk is gebeurd. We hebben 4 12 uur streams gedaan. Echt insane, echt altijd heel erg nice. We hebben een nieuwe serie opgestart, we hebben een serie afgerond. Eigenlijk ook een andere serie afgerond, hè, van Minecraft Survival serie. Eigenlijk ook zo van afgerond. In 2022 gaat natuurlijk ook gewoon heel leuke livestreams nog altijd zijn. Het gaat heel leuke livestreams nog altijd in 2022. Ook nieuwe series, waaronder die van Linda maar gezien. Die komt zeker goed. Maar gezien. Zeker goed. Niet normaal gezien, ja, die had komen. Ja, oké. Die had komen, pot van die koffie. Had komen, oké. Nee, dat is goed, dat is als goed. Als dat niet is, dan moet je bos zijn. Nou, dat is fijn. Dat is iedereen. Dat is fijn. We hopen natuurlijk iedereen terug te zien in 2022. Ik hoop het oprecht weer zeker bij de eerste livestream. Eigenlijk morgen al, als je dit op de dag zelf bekijkt, van de lijst te komen. Want iedereen heeft 0 munten, al kom je morgen kijken. Van begin tot einde, sta je zijn eerste en misschien kun je wel moderator worden. Op ons kanaal, wie weet. Wie weet. Wie weet. Dan gaan we nog één ding zeggen en is, ja. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Bye bye. Bye bye.